Goedemiddag, ik ben Sharon Verbrugge, tweede eredame van Miss Elegance en vandaag staan we hier op de persvoorstelling in Gent. Bij mij staat finaliste Nele. Dag Nele, stel je eens kort voor. Goedemiddag, ik ben Nele, ik ben 26 jaar en woon in Oudenburg samen met mijn vriend en kindje van bijna 10 maanden. Waarom neem je deel aan Miss Elegance? Het is voor mij echt altijd al een meisjesdroom geweest. Na 26 jaar heb ik dan eindelijk toch de stap durven zetten om een keer deel te nemen. Maar ook wil ik tonen dat meisjes met een maatje meer kunnen stralen. Dat was mijn thema ook vorig jaar, maatje meer. Dus ik vind dat echt chapeau dat je dat doet als meisje. Maar naast de meisjesdroom die je hebt om mee te doen aan Missverkiezing, heb je nog dromen? Voornamelijk op dit moment gaat al mijn aandacht naar mijn dochtertje, Elysia. En ik denk eigenlijk gelukkig worden met mijn gezin en gezond blijven, dat dat nu mijn grootste droom is. En natuurlijk mij 100% focussen op de misverkiezing. En dan kunnen we nog later zien welke dromen dat ik nog kan doen of hebben. Heb je hobby's? Ik heb niet zozeer hobby's. Ik probeer af en toe een keer te gaan lopen. Maar ik ben echt een familiepersoon. Dus elk weekend is dat wel gepland met familiebezoekjes. Overal rondgaan met de baby. Dat is eigenlijk de grootste hobby en liefde in mijn leven. Nog een laatste vraag. Waar zie je jezelf binnen 5 jaar? Binnen 5 jaar hoogstwaarschijnlijk nog een tweede kindje, als het afhangt van mijn vriend. In ons huis, klaar met de verbouwingen. En misschien dat Miss Elegance mij nog iets op het pad brengt dat ik nu nog niet weet. Oké, dankjewel.